Oh, lieve vrienden en biergenoten. Ja, het is wederom zondagmiddag tegen de avond. En het is tijd voor een biertje gaan proeven. Ja, en wat voor biertje gaan we dan proeven? Nou, deze keer totaal iets anders. Want ik weet namelijk helemaal niet wat we gaan proeven. Brouwer zei van, jouw bier kennen, jongen. Ik ga een biertje voor je verpakken, maar jij zegt wat het is. Nou, dat is een leuke uitdaging. Misschien heb ik het totaal verkeerd, maar dat zullen we straks zien. Nou, wat hebben we dan? Een schitterend mooi etiket van aluminiumfolie met een buikflesje. Dat kunnen we in ieder geval zien. Nou, ik ben benieuwd wat brouwvrouw van mij uit het schap heeft gehaald. We gaan zien hoe ver we komen. We gaan hem in ieder geval even in het glas doen. Zo, flinke schuim daar. In ieder geval geen dubbel. Of een stout, dat kunnen we wel zien. Ook geen fruitbier zo te zien. Ja, mooi strohoog, gele van kleuren, flinke schuimkraag. Drie vingers schuim. Nou, even ruiken. Oh. Nou, lekker frissig. Er komt iets van mout komt naar boven. Ik ben heel benieuwd. Ik zit eigenlijk te denken aan het trippel is. Maar, we gaan proeven. We moeten het maar even indrukken. Nog een kwestie. Ja, dit is geen trippel. Ik denk. Misschien heb ik het helemaal verkeerd, dat is natuurlijk gevaarlijk, dat het een blond biertje is. Wat zeg je? Zullen we gaan kijken wat het is? Nou, misschien heb ik het totaal verkeerd en dan, ja. Dan sta ik er nou met de oren voor. Nou, jullie mogen eerst zien, het is een, een Valdieu. Een blond bier. Applaus voor mezelf. Het is een Valdieu, een Belgisch blond, 6%. Lekker. Dankjewel mevrouw en dankjewel voor deze uitdaging. Moeten we dat zo vinden op Antwerp? Misschien, ik weet het niet. Hoeveel kun je een blond biertje een score geven? Geen idee. 3,5 misschien. 3, zoiets. Ik ga hem in ieder geval opdrinken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Nog, tot de volgende keer.